Op date gaan is een spannende aangelegenheid. En hoe goed je ook je best doet, er kan altijd iets misgaan. Mama, help. Dateblunders. Wat is jouw grootste dateblunder? Ik heb geen dateblunders. In de bioscoop. We gingen een filmpje kijken. Hij vroeg, heb je dorst? Toen zei ik, ja. Zei ik, oké, als je gaat, neem je ook wat van mij mee. Ik doe niet aan blunders, ik ben perfect. Ik heb eigenlijk niet zoveel blunders gehad als het gaat om daten, hoor. Denk ik. Ik heb maar één keer gedate met mijn huidige vrouw. Mijn grootste dateblunder is dat ik met een meid ging uiteten. En dat ze hard ging lachen als ze me. Dat ik op date was met mijn vriend. En ik zag mijn ex aankomen en ik zag dat ze vrienden waren. Kijk, soms moet je een excuus verzinnen omdat je misschien niet meer kan gaan. Wat bedoel je dat je niet kan gaan? Ik zeg voor tegen jou van, hey, ik kan nu niet, want ik moet opschieten of noem maar op. En een half uur later zie je me hier rondwandelen. Een keer had ik een date dus. Geef die meid een knuffel en ze rook niet zo fris. En toen dacht ik, oké. Dus ik liep mijn vriendin naast me. Ik struikelde over iets. Dat was het, zeg maar. Een keer had ik wel een date met een jongen heel lang terug. Moet ook even erbij gezegd worden. En die jongen had drinken laten. Vooral met het drinken was zeg maar in zijn zak gevallen. En toen was het al klaar voor mij. Als die schaamte wegvalt, dan heb je eigenlijk niet echt... Noem je het geen blunder, maar dat was gewoon een leuke actie of zo. Weet je. Noem eens een leuke actie dan? Ik film mijn reet laten zien tijdens het uitgaan of zo. Dat soort domme dingen. Oh yeah. Meestal als je met een dame uitgaat, je moet romantisch zijn, maar ook niet romantisch. Je moet een beetje dominant zijn, weet je. Neem je tijd, doe het rustig aan vooral. Hoe dan? Als je bijvoorbeeld om 6 uur afspreekt, moet je niet precies om 6 uur aanwezig zijn, weet je. Je moet de dame een beetje laten weten van ja, zij heeft jou nodig, niet jij hebt haar nodig. Op een keertje dacht ik wel dat de chickie me echt leuk vond. En toen wilde ik een move maken, maar ze dacht wow. Oké, dus je wilde er zoenen en toen dacht zij van... Niet zoenen toch? Voor die hand gaan, maar ze zei hey, dude. We ain't there yet. Hoe ging je daar zelf mee om? Ik heb daarna niet meer met haar afgesproken. Ik deed echt de hele tijd zo van, oh gosh, wat moet ik zeggen nu? Ja, op een gegeven moment zei ik, ja, hey, ik moet naar mijn broer en ja, wegwezen. Je reet laten zien tijdens het uitgaan? Sporadische actie, vond ik wel leuk. Maar wat zou jij zelf een ontzettende blunder vinden tijdens een date? Van die dames die gewoon achterlijk een beetje kinderachtig gaan doen. En dan, daar ben ik niet van gediend. Je gaat met een jongen uit of zo en dan opeens moet je zelf betalen of zo. Ik vind het wel voor iets voor een man. Een date blunder zou voor mij echt zijn als een jongen stinkt. Ja, hoofdje scheet laat. Laat me fucked op als je een date hebt met iemand en dat je vriendin dan binnenkomt. Als je main chick hebt en je side chick komt binnen. Nee. Je hebt een date met je side chick en dan kom je... Dat zou ik wel een blunder vinden. Voor de mensen die het ooit is gebeurd, rest in peace.